natuurlijk. Nederland geeft veel te weinig geld uit aan onderhoud van infrastructuur, zegt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen vandaag in het AD. En hij waarschuwt voor de economische schade. Meneer Verhagen, goedemiddag. Goedemiddag. Is het zo bar en boos met gaten en scheuren in onze wegen? Nou kijk, het lijkt er nog vaak nog best redelijk uit te zien. Maar de Rekenkamer die geeft al jaren aan dat er fors achterstallig onderhoud is. En ook de minister die heeft vorige maand weer een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin ze zegt dat ze zo'n 1 tot 1,5 miljard tekort komt per jaar. Rijkswaterstaat heeft ons recent gemeld dat er eigenlijk in de jaren 22 en 23, dus de komende 2 jaar, nauwelijks geld is voor onderhoud. Dus je wordt niet alleen geconfronteerd op dit moment dat nieuwe aanleg vanwege stikstof nauwelijks plaatsvindt, maar dat er ook dus geen of slechts onderhoud vanwege geldgebrek gaat plaatsvinden. En het feit dat tal van bruggen al beperkt worden voor vrachtverkeer, of dat er andere maatregelen getroffen moeten worden, omdat er sprake is van gevaarlijke situaties. Hè. Nu met de Haringvlietbrug, de belangrijkste verbinding van Zeeland met Zuid-Holland, daar is pas over 2 jaar geld voor onderhoud beschikbaar. Dat zegt toch genoeg. Nou, als je dan nog eens bedenkt dat TNO 2 maanden geleden een rapport heeft uitgebracht waarin ze zegt, als je kijkt naar de stand van zaken met sluizen, bruggen, viaducten, tunnels, die zijn eigenlijk aan het eind van hun levenstermijn de komende jaren. En dat betekent dat we 2 tot 3 miljard extra per jaar moeten uitgeven aan vervanging en renovatie in de komende periode. En als we dat nou niet doen, wat dan? Staan we dan allemaal stil? Dan staan we stil. Kijk, je ziet dus nu, Transport en Logistiek Nederland heeft aangegeven hoeveel het zou kosten als zo'n vertraging door zo'n Haringvlietbrug komt. Maar bijvoorbeeld bij de Merwedebrug, wat we recent zagen, of enige jaren geleden zagen, ja, daar liepen de kosten op tot miljoenen per dag. En Sweco heeft uitgerekend, dat is een instituut wat uitgerekend heeft wat de kosten zijn als meerdere bruggen uitvallen. Nou ja, dan heb je dus echt forse economische schade. Dus het lijkt leuk om even onderhoud uit te stellen, zoals ook veel gemeentes nu voor meer dan 1 miljard aan onderhoud eigenlijk per jaar uitstellen. Dat lijkt leuk, omdat je het niet meteen ziet. Maar volgend jaar gaat het je meer kosten, want uitstel. Precies, dus het brengt ook heel veel geld op als je daarin investeert, absoluut, volgens uw organisatie. Absoluut. Ik wil u hartelijk danken, Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland.